Dag, welkom weer bij de Visdief. Ik ben momenteel op de Brouwersdam, een van de beste plekken in Nederland om de zeevogeltrek te bekijken. Het is vandaag een hele rustige dag, je kunt ook wel aan het water zien. Haast geen golfje te zien, dat betekent niet best voor de zeevogeltrek. Een behoorlijke wind uit het westen, dat is hier het best. Dan worden de zeevogels naar de kust geblazen en kun je ze hier van dichtbij bekijken. Vandaag dus niet. Heel veel trekvogels, wel af en toe wat zangvogeltjes die overvliegen. Vinken, sijsjes heb ik gehoord, witte kwikstaarten kwamen voorbij. Nou ja, die trekken ook langs de kust. Maar goed, dat is meer de landtrek. Om de zeevogeltrek te bekijken, moet je je blik naar de zee wenden. Ik ben hier vanochtend met een speciale missie. Ik wil namelijk rotganzen filmen. En rotganzen zitten er maar genoeg hier aan de Brouwersdam. Grote groepen overwinteren hier. Ze eten van het zeewier en van de algen die hier op de hele dam groeien. Rotganzen zijn tamelijk tam. Dat geldt voor heel veel vogels uit het Hoge Noorden. Vogels uit het Hoge Noorden komen niet vaak mensen tegen en beschouwen mensen daarom ook niet als een gevaar. Nou ja, kom je te dichtbij, dan vliegen ze alsnog op hoor. Dus wees voorzichtig. Goed, de rotgans dus. Ik heb de mooiste beelden geselecteerd. Ik hoop dat je ervan kunt genieten. Wil je ook wel eens naar de Brouwersdam om vogels te kijken? Bekijk dan meer op mijn website. Ik heb daar een artikel geschreven over vogels kijken op de Brouwersdam. Daarin lees je wat de beste plekken zijn en wat ook de beste tijd van het jaar is om hier vogels te kijken. Nou, veel plezier weer in deze vlog en hopelijk ook in de natuur en mogelijk op de Brouwersdam.